Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulk Kerriëtje. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community Nederland. Ik verzorg samen met Nettie Sommers de communicatie voor Nederland. We hebben nog een aantal mensen op de achtergrond die ook deel uitmaken van de communicatiegroep. Omdat het best wel wat werk af en toe is en ja, vele handen maken licht werk. Dus we doen het uiteindelijk met z'n allen voor ons allen. Zodat de informatie, als reeds gezegd, voordat ik de webinar startte, ook gewoon bij jullie goed terechtkomt. Daarnaast ben ik ook professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter en daar kom ik later in deze presentatie even kort op terug. SkyWorld Community is het crowdfundingsplatform die het ons mogelijk maakt om te kunnen participeren in de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Zoals jullie op deze tekst kunnen zien, lees je ook hoe dat er kort aan toe gaat. Je moet het, moet is een heel vervelend woord, maar het is heel goed om jezelf te realiseren dat SkyWorld Community een agentschap is op het moment dat je hebt geparticipeerd en je hebt uiteindelijk ook daadwerkelijk de certificaten in bezit en het contract, dan gaat SkyWorld Community als tussenliggende partij gaat er tussenuit. Je hebt daar je account, daar staat een nummer, of daar staan de nummers in wat je bezit, maar doordat jij het account hebt en het certificaat hebt, hebben ze eigenlijk geen inmenging meer in hetgeen wat je bezit, want hetgeen wat je overeen bent gekomen is een overeenkomst tussen Unitsky String Technologies middels de ESSH en jij als eindstation of beginstation, hoe je het wil. Dus ja, dit even kort gezegd hebbende, je bent dus, zodra je hebt geparticipeerd, ook daadwerkelijk mede-eigenaar van Unitsky String Technologies. De ESSH is de partij die onze belangen behartigt. Wij zijn natuurlijk aandeelhouder, hoe je het wil noemen. Maar de ESSH is wel de partij met stemrecht. Dat hebben wij zelf niet. Wil je hier meer informatie over hebben, dan raad ik je eigenlijk aan om ook de volgende webinars bij te wonen. Want daarin willen wij eigenlijk korte uitleg gaan geven wat we kunnen verwachten. Nou, het milieu is natuurlijk een hot item op dit moment. We hebben te maken met een aarde die opwarmt. Ik las ergens iets over de 1,5 graad, dat het eigenlijk taboe aan het worden is dat we dat niet kunnen redden. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken. Dat ga ik niet doen. Ik zal niet zeggen dat Unitsky String Technologies het beste alternatief is. Maar goed, mijn inziens natuurlijk wel. Anders had ik dan hier niet mijn schouders onder gestoken. Maar het is een systeem wat in mijn optiek wel degelijk zou kunnen helpen om de opwarming van onze aarde een stukje tegen te gaan. En tegelijkertijd biedt Unitsky String Technologies met het totaalconcept wat ze inmiddels hebben ook een antwoord op de vele vraagstukken die we op dit moment met z'n allen op deze aardbodem hebben. Nou, en wat zijn die vraagstukken? Dat is eigenlijk de opwarming van onze aarde tegengaan, leven op een andere manier. En als we dan kijken naar deze taart, dan zien we dat die op is gedeeld uit 4 stukken. We hebben Unitsky String Technologies, dat is het transportgedeelte waar we heel veel over te lezen krijgen en te horen krijgen. Dan hebben we de vruchtbare grondverbeteraar in de vorm van UTerra. Dat is een product wat ook binnen nu en niet al te lange tijd daadwerkelijk de markt op gaat komen. Dan hebben we U-City, dat zijn de lineaire steden, die zullen binnen nu en niet al te lange tijd ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Daar is heel veel interesse voor, zeker vanuit het Midden-Oosten en delen van Azië. En dan hebben we U-Energy, dat is eigenlijk een combinatie van Unitsky String Technologies en andere situaties die je zou kunnen bedenken die op een ecologische wijze energie zouden kunnen opwekken. Dus dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld windmolens die wel in verbinding staan met Unitsky String Technologies. En niet zoals hier bijvoorbeeld de windmolens die ergens op een locatie staan op een park en waarvan sommige aanstaan en waarvan sommige uitstaan. Dat is allemaal best wel goed doordacht. En dat alles maakt uiteindelijk dat Unitsky String Technologies ook daadwerkelijk het totaalconcept is. Wij kennen Unitsky String Technologies voornamelijk als in het verleden Skyway. Dat is eigenlijk een naam die wij niet meer gebruiken. Die ik nu even wel weer in de mond neem om jullie daadwerkelijk aan te geven om hem ook niet meer te gebruiken. Want op dit moment zijn er veranderingen gaande. Er zijn grote partijen ingestapt die ook hebben aangegeven. Nou, die naam die kunnen we niet gebruiken. Wij willen dat jullie verder gaan onder een andere naam. Daar kunnen we van alles van vinden. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we met z'n allen gewoon vanaf heden Unitsky String Technologies gaan noemen of U-Sky Transport. Of UST of net nagelang wat voor jou makkelijk is, maar in ieder geval de naam Skyway niet meer gebruiken. Ook niet in chats, ook niet in het verhaal wat je wil vertellen aan anderen.
pak liever gewoon USkey Transport of Unitsky String Technologies. Er wordt op gecontroleerd. En ja, de sancties die hierop staan, die zijn niet mals. Dus ja, let daar eventjes op. Ik kan je natuurlijk niet verplichten. Ik kan het je alleen maar ja, vanuit de grond van mijn hart meegeven om daar even rustig op te letten. Nou, de bedenker van Unitsky String Technologies is natuurlijk Anatoly Unitsky. En Anatoly Unitsky is eigenlijk sinds 1978 bezig om zijn idee ja, te creëren, te visualiseren, vorm te geven, te verbeteren en uit te werken. En op dit moment zitten we in de productiefase. Nou, daar heeft hij ongeveer ja, ruim 40 jaar over gedaan en het is nog niet klaar. Hoe oostelijker je gaat op deze wereldbol, hoe bekender Anatoly Unitsky is met zijn idee. En hoe westelijker je gaat op deze wereldbol, hoe onbekender Anatoly Unitsky is. Maar Anatoly Unitsky is een engineer van wereldformaat, heeft verschillende onderscheidingen gekregen voor het werk wat hij heeft verricht, heeft verschillende samenwerkingen met onder andere de Verenigde Naties en heeft een aantal boeken geschreven. En zo kan ik zijn arsenaal met wat hij heeft weten te bereiken alleen maar langer maken. Nou, om tot een product te komen moet je ook het product ontwerpen en soms moet je er ook andere stukken voor ontwerpen. En een van de meest gestelde vragen die mensen ook veelal vragen is van, wat maakt nou dat dit zo lang duurt? Helaas heb je sommige dingen niet in de hand, maar het is wel belangrijk om te weten dat het een heel lang durig proces is. Alles wat Anatoly Unitsky met zijn bedrijf heeft ontworpen, dat heeft hij ook moeten laten certificeren. En het certificeringsproces is een omvangrijk proces. En dit zijn ook een aantal verschillende certificaten die aangeven dat bijvoorbeeld de modellen die hij heeft ontworpen, zoals de Unibus U4210, om het even gemakkelijk te houden, dat die ook is gecertificeerd. Dus dat betekent dat de concurrentie er niet mee vandoor kan. Maar het kan ook zijn dat hij een bepaald product moet ontwikkelen wat er niet is. En dat is op dit moment met Unitsky String Technologies het geval. Het meeste is er niet. En dat moet ook gecertificeerd worden. En net wat ik al reeds aangaf, dat zijn processen die heb je niet in de hand. Je kunt het ontwerpen en je kunt het creëren. Maar het certificeringsproces, dat moet door een partij van buitenaf gebeuren. En dat zijn bureaucratische processen die veelal heel lang in beslag nemen. Maar goed, het is in ieder geval goed om te zien dat Unitsky String Technologies een aantal certificaten heeft. Waaronder een certificaat dat is afgegeven door de Europese Unie te Brussel in België dus. Wat aangeeft dat Unitsky String Technologies, dat zij in ieder geval van het bestaan van Unitsky String Technologies af weten. Dus ook in Europa wordt er naar Unitsky String Technologies gekeken en zeker naar USkey Transport. Of onder de commerciële naam die we op dit moment ook steeds vaker zien, USCoffery. Nou, daarnaast heeft Unitsky String Technologies ook tal van andere certificaten die meer op de achtergrond spelen, maar die eigenlijk wel heel erg belangrijk zijn. Dat is in dit geval een certificaat dat is afgegeven door een organisatie die aangeeft dat Unitsky String Technologies een bona fide bedrijf is. Dus dat internationale partijen en organisaties met een gerust hart zaken kunnen doen met Unitsky String Technologies. Daarnaast opereren ze in Wit-Rusland al op wetenschappelijk niveau. Dus we hebben te maken met een start-up die inmiddels ook al op wetenschappelijk niveau opereert. En dat is niet alleen in Wit-Rusland zo, maar dat is bijvoorbeeld ook in de Emiraten zo. En daar kom ik ook later op terug. Nou, en dit is Unitsky String Technologies, hoe het eruit ziet. En ik realiseer me ook dat een aantal van jullie deze foto's misschien wel kunnen dromen. Dat jullie deze foto's kennen, maar wij moeten eenmaal een aantal stukken uit de basis met jullie delen voordat wij naar het voor ons altijd leukere gedeelte kunnen gaan. En dat doe ik dus in dit geval ook naar hart en lust. Dus jullie zien hier een foto, daar zien jullie een horizontale rail op en in de rail zien jullie verticale pilaren. Nou, vanaf heden zal ik de rail ook de stringrail noemen en de verticale pilaren zijn intermediate supports. Nou, wat zou Unitsky String Technologies kunnen bereiken? Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het is een goedkopere manier om te bouwen. Het is een betere manier om, om mens en natuur in balans te houden. En het zorgt eigenlijk ook voor een beter leefklimaat, dus voor dieren. En misschien heel ironisch gezegd, we hebben op dit moment de situatie in Nederland die gaande is dat er tussen Eindhoven en een andere plek, daar rijden geen treinen, omdat daar dassen zich hebben genesteld onder het spoor. Nou goed, goed plekje, ik zou er niet willen zitten, maar het is een beschermde diersoort en daar kunnen ze heel weinig mee doen. Maar als je nu gaat kijken naar Unitsky String Technologies, dan zie je eigenlijk al direct dat probleem met de dassen wat we nu hebben, dat het nooit had hoeven gebeuren. Maar goed, dat is even een kleine zijstraat. Nou zeggen mensen ook veelal, maar dit type transportsysteem, dat is er al. In Duitsland rijden de verschillende trams in verschillende steden, ook op een tweede niveau. En ja, het zal allemaal wel. Nou,
Ik leg dan al veel uit dat wat we nu in Duitsland hebben en ook in andere steden, dat het zeker niet te vergelijken is met Uniski String Technologies. We zien hier op de linkerkant een tram. Dat is in de Duitse stad Wuppertal. En je ziet dat die inderdaad gebruik maakt van het tweede niveau. Maar deze tram wordt nog steeds bediend door een trammachinist. En ja, is eigenlijk wel innovatief bedacht, maar is dat niet in de praktijk niet geheel innovatief. Nou, aan de rechterkant zien jullie een foto van een dichtgeslipte straat, hoe het in veel steden op dagelijks eraan toe gaat. Denk hierbij aan steden zoals Jakarta, New Delhi, Lagos in Nigeria, New York, Manhattan, om specifiek te zijn. Deze steden zijn veelal dichtgeslipt en mensen staan ook lange tijd in de file om van A naar B te komen. En als ze van B naar A terug willen reizen, dan hebben ze te maken met hetzelfde verhaal. Dan is er ook altijd de partij mensen die zeggen van ja, maar Uniski String Technologies is een kabelbaansysteem of een monorailsysteem. Nou, ook hier weer totaal niet. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem wat wordt getrokken door motorwielen. Denk je bij een skilift, bovenaan de helling staat een motorwiel en onderaan de helling staat er eentje. En daartussen is een kabel gespannen en aan die kabel hangen gondels. Nou, er wil nog wel eens een ramp plaatsvinden met zo'n skilift en dan zijn de gevolgen veelal niet te overzien. Nou, dat is dus niet te vergelijken met het innovatieve transportsysteem van Uniski. Want het innovatieve transportsysteem van Uniski, en ik realiseer me dat het een hele mond vol is wat ik uitspreek, dat maakt gebruik van motorwielen, hulpmotorwielen, artificial intelligence om het besturingssysteem te kunnen genereren. En dat zorgt er ook voor dat mensen op een efficiëntere manier dus van A naar B kunnen reizen. Mocht er zich een probleem voordoen, dan zijn er altijd 3 extra motorwielen aanwezig die de module van A naar B kunnen rijden. Als dat niet het geval is, dan kan er een andere module zich aankoppelen en het probleem detecteren en de module naar het eerst bij zijn station brengen, zodat mensen of goederen op een veilige manier uit kunnen stappen, dan wel gelost kunnen worden. Daarnaast zie je ook dat de intermediate ports of verschillende spanwijdten van elkaar geïmplementeerd kunnen worden. Dat gaan we zo meteen overigens zien. Maar als we naar de foto kijken, dan zien we dat het eigenlijk heel sierlijk is en dat het niet heel veel hinder oplevert voor de omgeving waarin dit geïmplementeerd zou kunnen worden. Ja. Als we dit zouden willen implementeren, dan moeten we natuurlijk de boel egaliseren. Dat is ook voor Uniski String Technologies zo. Alleen het verschil is dat we maar kleine stukjes hoeven te egaliseren en niet hele grote stukken aardoppervlakte. Nou, op dit geval gaan we kijken, dan zien we dat we een spoorconstruct gaan bouwen. En dan zien we dat er een fundering nodig is die ook veel meer ruimte in beslag neemt dan uiteindelijk eigenlijk nodig zou hoeven zijn. Nou, voor het spoorconstruct is het wel nodig, anders zou dat ook weer nare gevolgen kunnen hebben. Maar we zien als het uiteindelijk het daadwerkelijke spoorconstruct erop komt te liggen, dat er een soort drietrapsraket ontstaat, dat er veel ruimte in gebruik is genomen voor de egalisatie, een klein stukje voor de fundering en dan uiteindelijk het bouwwerk in de vorm van de doorsneden van een spoorconstruct. Als we nu gaan kijken naar Uniski String Technologies en hoe dat gebouwd zou kunnen worden, dan zien we dat de intermediate supports verticaal in de grond staan. Deze klein stukje voor geëgaliseerd, maar er blijft nog steeds ruimte over voor de natuur. Dus de natuur blijft nagenoeg intact. De intermediate supports kunnen op verschillende spanwijdten van elkaar worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan spanwijdtes van 20 meter, 40 meter, 200 meter. En zoals in de Emiraten nu reeds klaar is, de baan van 2,5 kilometer. Waarbij de intermediate supports op een spanwijdte van 288 meter staan. Wat ze doen is, dat ze eerst de intermediate supports bouwen, vervolgens trekken ze de stringrail en die maken ze op spanning. Als de stringrail op spanning is, dan gaan de hulpdragers worden er tussenuit gehaald en de uiteindes worden uit de grond gehaald en die worden bevestigd aan zogeheten ankersupports. En wat je dan ziet ontstaan is waar ik net over sprak, dat je dus een stringrail hebt met een spanwijdte nagelang de klant zou willen. Nou, 288 meter is in mijn optiek best wel heel mooi. Dat geeft heel veel ruimte terug aan de natuur. Dieren kunnen op een rustige manier leven. En mensen zouden rustig iets over kunnen steken zonder dat ze rare capriolen hoeven uit te halen. Als we kijken naar het blauwe kadertje, dan zien we dat, dat daar het anti-dual system in bevindt. Het ontsporingssysteem. Dat is het systeem wat zich bevindt onder de witte kappen. Hier wordt uitvoerig op getest, want deze modules mogen niet ontsporen. Stel, het bedrijf zou operationeel zijn en ze zouden de beursgang hebben gemaakt, wat we allemaal natuurlijk vurig hopen.
dan zou dit geen goed doen voor de koerswaarde. Dat zou een gigantische deuk betekenen in de omzet. Dat willen we niet. Dat wil je niet, String Technologies niet. Dus daarom zeggen zij, wij gaan uitvoerig testen op dit gedeelte, want dit is een van de belangrijkste systemen die ervoor moeten zorgen dat de modules aan de stringrail blijven hangen. Aan de rechterkant zien jullie één type stringrail van binnen, hoe dat er dus uitziet. Dan zie je dat alles bij elkaar wordt gehouden door de behuizing. Dan is het bovenste gedeelte is het contactpunt. Daarmee maken de wielen contact dus met het bovenste gedeelte van de stringrail. En dat is ook het punt waar Unitsky String Technologies 100 jaar garantie op afgeeft. In de binnenkant zien jullie zes getwiste snaren. Een stringrail is eigenlijk kort gezegd en simpel uitgelegd een getwiste snaar. Draai je wijsvinger om je middelvinger en dan heb je ongeveer een idee of kijk naar een snaar van een gitaar. Daarmee zou je het enigszins kunnen vergelijken. Het is natuurlijk niet hetzelfde, want er is een hele hoop technologie in de stringrail zelf. En dat alles wordt bij elkaar gehouden door milieuvriendelijk opvangmateriaal. Nou, de modules kunnen ook op verschillende intervals achter elkaar rijden. Denk hierbij aan intervals van 20 plus seconden. Maar in de nabije toekomst zal het zo zijn dat ze op een interval van 2 seconden achter elkaar kunnen rijden. Mocht er een probleem ontstaan, zijn ze nog altijd op tijd om dat te kunnen detecteren. En dit door dankzij de artificial intelligence die op dit moment zich razendsnel zelf kan ontwikkelen. En dus ook zelf kan nadenken en zelf kan sturen. Nou, ik sprak een aantal sheets geleden over een anchor support. En wat is een anchor support? Een anchor support is eigenlijk niks meer en niks minder dan een opstapstation. En op de foto aan de linkerkant zien jullie dus een 3D-tekening van een opstapstation, hoe dat eruit zou kunnen zien. En wat je dan direct opvalt, is dat er nog meer ruimte overblijft voor de natuur. Het transportsysteem bevindt zich op het tweede niveau. Heeft geen hinder met het onderliggende verkeer wat rijdt over de normale weg. Maar je kunt hierbij bijvoorbeeld bussen van de weg afhalen en wil je goederen vervoeren, kun je dus ook het aantal passeringen van eigenlijk het goederenvervoer terugbrengen, omdat het allemaal bovenlangs op het tweede niveau gaat. Daar komen wij niet. Het zal ons ook niet hoeven hinderen. Het is eigenlijk een ruimte waar we anders niks mee zouden doen. Ja, we kunnen er naar kijken. Dus dat is wat je ermee kunt doen. Maar ja, nu wordt het eigenlijk effectief gebruikt. In 2018 is de drone op het Ecofest van tentoongesteld in Wit-Rusland. En inmiddels is hij ook zijn test- en certificeringsfase doorgegaan. Hij kan nou ongeveer een gewicht tillen van 750 kilo. De bedoeling is dat hij naar 1,5 ton moet gaan. Op het moment dat hij naar 1,5 ton gaat, dan zal hij ook direct worden gecertificeerd. En zal hij ook worden ingezet om de commerciële projecten te bevoorraden die worden gebouwd op moeilijk bereikbare gebieden. We hebben 3 soorten verschillende stringrails. We hebben een stijve spoorconstructie waarbij de modules zowel boven als onderlangs er gebruik van kunnen maken. We hebben een stijve spoorconstructie waarbij de modules er aan hangen. En we hebben een flexibel spoorconstructie. En het woord flexibel zegt het al, dat is een flexibele stringrail. En dat is eigenlijk heel simpel uitgelegd. Het middelste punt is altijd lager dan het hoogste punt. Dus daar waar de intermediate supports staan, is altijd hoger dan het middelste punt. Het mooie van deze flexibel stringrail is dat de onophoudelijk energie opgewekt zou kunnen worden. Deze energie kan natuurlijk ook worden opgevangen en weer worden afgestaan voor stedelijk gebruik. Maak hierbij een hele simpele verdeling van 20% tot 80%. Ik hou het simpel. Soms willen mensen wel eens dieper op de materie ingaan, maar het is voor ons heel belangrijk dat iedereen het moet kunnen volgen, zodat ze ook weten wat er gaat gebeuren. Mocht je dieper op de materie willen ingaan, dan ben je natuurlijk ook altijd van harte welkom op een van onze presentaties die we ook aankomende maand in april weer gaan geven op een locatie. Maar goed, terug naar mijn verhaal en dat is door middel van staal op staal wrijving komt er ook energie vrij. Die energie wordt ook opgevangen in een van de accu's die de modules met zich meedragen. En die kan dus die opgewekte energie kan dus worden afgestaan voor stedelijk gebruik. Dit gebeurt veelal dus op een anchor support op station waarbij mensen in of uitstappen. De aerodynamica is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Je kunt niet een baksteen creëren en de vierkante hoeken enigszins glad veilen en ervan uitgaan, nou dat is dan ook wel aerodynamisch goed ontworpen. Nee, zo werkt het niet. Het ontwerp van iets aerodynamisch is veelal een vergelijking die wordt gemaakt met de natuur. Dat gebeurt soms voor auto's, dat gebeurt in de luchtvaartindustrie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Airbus, die hadden vroeger altijd de silhouetten, zeker de Airbus A320, A330, van een dolfijn. Als je kijkt naar Boeing, zeker de 777, die had eigenlijk de silhouet van een haai. Dus zo herken je eigenlijk dat ook in de luchtvaartindustrie bijvoorbeeld wordt gekeken naar de natuur. Nou, dat doet Unitsky String Technologies ook. Ook de U-flash is afgeleid van een vogel die zijn vleugels langs zijn lichaam heeft en daardoor heel aerodynamisch is geworden.
Als we dan kijken naar de U-flash, dan zien we dat hij zowel voor als achterlangs geen windcirculatie achterlaat. En dus dat hij eigenlijk heel energiezuinig is. Dus ook voor zijn opvolgende modules die erachteraan komen rijden, is er geen hinder van vuile lucht. Dat in tegenstelling tot de auto's, die willen nog wel eens vuile, letterlijk en figuurlijk vuile lucht achterlaten. Ja, de U-flash is gepresenteerd in 2019 op de InnoTrans in Berlijn. Of 2018, excuus. In 2019 heeft hij een eerste meters gemaakt op het testpark in Wit-Rusland. En op dit moment is het zo dat hij eigenlijk een testbaan nodig heeft van plus minus 25 kilometer. Nou, waarom is dat? Omdat hij 10 kilometer nodig heeft om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer is nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Nou, hoe staat het er nu voor? Er gaan verhalen dat de U-flash uit het stageplan is gehaald. Maar ik wil hierbij even met klem benadrukken. Zolang daar geen officiële berichtgeving van naar buiten komt, is dat dus ook niet het geval. Dus ik herhaal, zolang dat niet officieel naar buiten komt, is dat dus ook niet het geval. Maar er wordt wel gekeken waar ze zo'n baan kunnen bouwen. Er wordt gekeken in de Emiraten en in Wit-Rusland. De bedoeling is dat in Wit-Rusland er wordt gekeken of ze dat langs een van de hoofdwegen kunnen bouwen, nabij het Ecotechnopark in Marina Gorka. En in de Emiraten zijn ze aan het kijken voor een goede locatie. Alleen is het wel dat in de Emiraten de bouwkosten iets duurder zijn. Nou, zodra hier wordt gebouwd, zullen wij dat ook met jullie gaan delen. Maar op dit moment wordt er nog steeds getest op lage snelheid op het testpark in Wit-Rusland. En dit is de volledige rollingstok van Unitsky String Technologies. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur, behouden dus de U-flash, want die kan 500 km per uur. Ik begin deze lijst van linksboven en ik eindig uiteraard rechtsonder. En dan beginnen we bij de Uniwind. De Uniwind is een lichtgewicht module, biedt plaats aan twee personen. De Unibike is ook een lichtgewicht module, biedt ook plaats aan twee personen. Dit is het eerste geteste en gecertificeerde model wat eind 2016 heeft plaatsgevonden. Dus dat is zeer bijzonder. Daarnaast is ook de cursief gedrukte letter U van Unitsky String Technologies hiervan afgeleid. Dan krijgen we de Unicar U4430 T1 en T3. Eigenlijk zijn deze identiek aan elkaar. Alleen als er een module bij komt of een wagon bij komt, dan is er ook weer plek voor 6 personen. Dus in de enkele versie is er plek voor 6 personen. In de driedubbele versie is er plek voor 18 personen. Dan krijgen we de Unibus U4210. In de enkele versie is er plek voor 12 tot 14 personen. En hetzelfde geldt ook weer hoe groter die wordt, hoe meer personen erin kunnen. Hetzelfde geldt voor de Unibus U4220T2. Enkele versie biedt plaats aan 25 personen. De driedubbele versie biedt plaats aan 64 personen. De U-flash in deze configuratie die biedt plaats aan 6 personen. Nou, dan komen we uit bij de vijfde generatie modules van Unitsky String Technologies. En dit is de U-Lite. De U-Lite is ook een lichtgewicht module. En deze zal ook worden ingezet voor de eerste commerciële traject langs het Ecotechnopark in Marina Gorka. Kom ik zo even kort op terug. En we zien aan de rechterkant de U-Bus, U-Carrot. En deze module biedt ook plaats aan 25 personen. En op dit moment is die overzees onderweg naar de Verenigde Arabische Emiraten. Om daar binnen nu en niet al te lange tijd zijn testfase te kunnen aanvaarden. Ook op het gebied van goederenvervoer is Unitsky String Technologies niet achtergebleven. Door de afgelopen pandemie waar we allemaal mee te maken hebben gekregen, is de vraag van passagiers meer terechtgekomen bij het goederenvervoer. Als je de wereldbol plat maakt en je zou er middels 2D naar kijken en je zou alle passeringen visualiseren, dan zie je eigenlijk dat er meer goederen worden getransporteerd dan dat er personen worden vervoerd. Het is heel ongeloofwaardig, maar het is echt zo. Maar goed, Unitsky String Technologies is op dit moment bezig om de Unicon te creëren. Dat is een containermodule voor 20 voets container, C-containers en 40 voets. Daarnaast hebben we de Unitrans, dat is een grote lopende band. Daar is zeer veel interesse voor vanuit landen zoals Kyrgyzstan. En we hebben de Unitruck. En de Unitruck is eigenlijk een bulkmodule die bijvoorbeeld losse suiker of losse granen kan verplaatsen van A naar B. De Unitruck en de Unitrans worden al getest op het Ecotechnopark in Midden-Rusland. Ik sprak net over de Unicont. De Unicont zie je hier in een 3D-tekening. En op de onderste twee foto's zie je ook dat die daadwerkelijk wordt geassembleerd. Dus ja, eigenlijk kort gezegd, dit gaat een heel mooi jaar worden. En dan heb ik eigenlijk nog niet eens alle hoogtepunten benoemd die we nog dit jaar kunnen gaan verwachten. Nou, ik sprak net over de U-Lite.
De U-Light is dus een lichtgewicht module en dit is het eerste commerciële traject wat jullie op deze foto zien. Dat is een traject langs het Ecotechnopark. Dat is echt specifiek voor toeristen. Langs het Ecotechnopark zit een heel groot ecologisch vakantiepark. En dit traject wat ze hebben gebouwd is aangekondigd in 2020 door Unitsky zelf op het online Ecofest. En dat is een traject van 1125 meter lang. Dus je ziet hier het eerste traject. Het begon met een 3D-tekening, maar inmiddels is het realiteit. En aan de rechterkant zien jullie dat de stringrail ook daadwerkelijk op spanning staat. Nou, dit alles moet natuurlijk bedacht worden en uitgewerkt worden door een aantal ingenieurs. Er zijn mensen dag en nacht in touw om dat te realiseren. Plusminus 1000 man werken er op dit moment voor Unitsky String Technologies. En in 2020 hebben ze hun nieuwe kantoorpand, of iets eerder geloof ik, kunnen betreden, omdat het oude kantoorpand niet meer voldeed. Op het moment dat het is eigenlijk ontworpen, dan gaat het naar de fabriek en daar wordt het in elkaar gezet door de handige handjes. En die assembleren het. Op het moment dat het is geassembleerd, dan kan het naar het Ecotechnopark. En op het Ecotechnopark wordt het getest. Het Ecotechnopark is een voormalig militair tankterrein, wat in de afgelopen 7 jaar, eigenlijk langer zelfs, in de afgelopen 7 à 8 jaar, is omgetoverd tot een florerend ecologisch openluchtmuseum of openluchtshowroom, hoe je wil. Eigenlijk is dit eigenlijk zeer uniek. Alles is zelfvoorzienend op dit testpark. Door het vee geteeld op ecologische wijze. Er wordt landbouw geteeld op ecologische wijze. De stringrail werkt natuurlijk op zelfvoorzienende energie. Er staan ecohuizen, dus het is niet alleen een testpark. Het is ook gewoon tevens een showroom in de open lucht, waarbij overheidsdelegaties kennis kunnen maken met het idee van Anatoly Unitsky. En op de achtergrond, bij een grote vijver, zien jullie niet heel goed, maar daar is het grote vakantiepark waar toeristen kennis kunnen maken met de levensvisie van Unitsky en dus op zijn manier kunnen ervaren hoe hij het voor zich ziet. Nou, er wordt natuurlijk ook getest op dat Ecotechnopark, het is niet voor niets een park, en er wordt getest in verschillende weersomstandigheden, in regenbuien en in winterse omstandigheden, omdat we te maken hebben met verschillende weersomstandigheden wereldwijd. We hebben veel te maken met kwakkelwinters, kwakkelzomers, maar in Azië hebben ze te maken met onophoudelijke regenbuien of in Noord-Azië onvoorstelbare winterse sneeuwbuien. Daarnaast zijn ze ook modules aan het moderniseren die in 2017 is gepresenteerd, zoals de Unibus U4220T2. En inmiddels is die gemoderniseerd en heeft een nieuw veringssysteem gekregen, een nieuw luchtcirculatiesysteem voor de cabine. Dus eigenlijk zie je dat er iets wordt ontworpen en tegelijkertijd met het testen wordt er gekeken van hoe kunnen we het nog beter krijgen. Daarnaast wordt ook op het Ecotechnopark een nieuwe testbaan gebouwd. Het is een van de twee nieuwe testbanen die in aanbouw is. En deze zal gelijktijdig met de Emiraten worden klaargemaakt, zodat ook andere modules getest kunnen worden. En dit is een foto die is genomen op het Ecofest van 2019. En dan zie je dat bovenlangs en onderlangs gelijktijdig modules kunnen rijden. Bovenlangs zien jullie de U-Flash en aan de onderkant zien jullie de Unibus U4220T2. Dit is ook in verschillende configuraties mogelijk. Je zou deze ook kunnen bedenken met goederen of een containermodule boven of onderop en een passagiersmodule boven of onderop. Dus net nagelang wat de klant zou willen, dat is er mogelijk. Het geluid is ook een heel belangrijk aspect van Unitsky String Technologies. Alle modules hebben ongeveer een decibel wat ze zelf produceren van 85 dB. Dus op het moment dat de module aankomt rijden, dan heb je hem eigenlijk pas gedetecteerd als die voorbij is. Ook de stringrail zelf is compleet geïsoleerd. Dus het geluid kan eigenlijk geen kant op. In tegenstelling bijvoorbeeld als een trein voorbij komt rijden, het geluid gaat eigenlijk alle kanten op. Produceert vele malen meer herrie dan dat de trein eigenlijk daadwerkelijk zelf maakt. Nou, dat is met Unitsky String Technologies niet het geval. Zowel de stringrail is geïsoleerd en de modules zijn zelf ook geïsoleerd. Wat dus ervoor zorgt dat de modules een decibel produceren van 85 dB. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies ook tal van samenwerkingen. Denk hierbij aan het Belgische bedrijf Bekaert, een van de meer bekendere. De Belgische mensen in deze webinarruimte zullen het ongetwijfeld kennen. Maar we hebben ook samenwerking met het Chinese bedrijf Lenovo, wat wij voornamelijk kennen als datasystemen of laptops. Er zijn nog vele malen meer samenwerkingen, maar die lijst is zo groot dat ik dat niet allemaal in deze webinar heb kunnen delen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het Franse bedrijf Dassault Systèmes, zeer gerenommeerd en bekend bedrijf wat producten levert voor de luchtvaartindustrie. Ook zij hebben producten geleverd aan Unitsky String Technologies en zij zijn zeer te spreken over de ontwikkeling van Unitsky String Technologies.
Dan gaan we van Wit-Rusland of van Europa naar, langzamerhand naar de Emiraten. En op dit moment is er komen en gaan van ontwikkelingen vanuit de Emiraten. En wat zien we op deze sheet? Op deze sheet zien wij het USCAR, Transport Certificerings en Test Center. En dat is onderdeel van het Sharjah Research Technology and Innovation Park. Het Sharjah Research Technology and Innovation Park is eigenlijk een soort bedacht concept van de Sheikh van Sharjah. Dat staat ook direct onder zijn supervisie. En wat is dat? Simpel gezegd is dat eigenlijk een verbindingshub. Zij bieden start-ups de mogelijkheid om bij hun ruimte te huren. En dan kunnen zij hun bedrijf oprichten. En zij hebben de contacten wereldwijd. Zij hebben de contacten met overheidsfunctionarissen, met grote bedrijven. En wat zij doen is eigenlijk A en B met elkaar in verbinding brengen. Nou, Uniski String Technologies heeft daar land ter beschikking gekregen. En waar zorgt het Sharjah Research Technology and Innovation Park voor? Die zorgt voor de contacten. Met als gevolg dat Uniski String Technologies binnen de hoogste konterijen nu bekend is. Nou, de testbaan van 400 meter is inmiddels af. Ook volledig gecertificeerd, dus mensen kunnen daar met een gerust hart mee rijden. Het houten ecohuis is helemaal af. En er zijn nog een aantal andere gebouwen helemaal af. En dit is een foto die is genomen einde 2019 toen de Unicar U4 431 T1, speciale versie voor tropisch klimaat, zijn eerste testmeters heeft gemaakt. Er wordt zowel getest op goederenvervoer als op passagiersvervoer. En wat heel belangrijk is om te weten is dat eigenlijk de informatie die hieruit wordt gewonnen ook daadwerkelijk weer wordt geïmplementeerd in andere modellen die nu worden geassembleerd. Dus het is niet dat het daar staat voor de mooiigheid en voor de leuk of voor een spelen dingetje voor de Sheikh van Sharjah, zoals sommige mensen ook wel eens opperen. Nee, daar wordt daadwerkelijk op getest, er wordt mee gewerkt. Mensen kunnen daar hierin de ervaring krijgen hoe het is om te reizen met Uniski String Technologies. En als je wil kun je het zelf ook gewoon aanvragen. Ben je van harte welkom op het test, op het certificatiecentrum in de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, ook in de Emiraten heeft Uniski String Technologies tal van certificaten gekregen. Dit is een ISO-certificaat wat aangeeft dat de infrastructuur op het testpark compleet veilig is gemaakt voor de Emiraten. En zo'n ISO-certificaat is natuurlijk niet iets wat je heel simpel kunt krijgen of zou kunnen aanvragen. Kijk, letterlijk en figuurlijk gezegd, dit moet je verdienen. Ik moet even een pagina terug, zie ik. Ja. Soms werkt het systeem niet zoals ik dat zou willen. Ik sprak net over dat je het moet verdienen. Je moet hem daadwerkelijk verdienen. Je kunt een aanvraag doen. Dan ga je vervolgens hele zware audits in. En op het moment dat je de audits positief doorkomt, dan word jij ISO gecertificeerd. De vestiging in Wit-Rusland heeft al eerder een ISO-certificering gehad. Als ik me goed vergis was het ergens in 2017 of begin 2018. Hou me even te goede. Maar ook in de Verenigde Arabische Emiraten hebben ze een management kwaliteitssysteem, certificaat gekregen. Wat dus aangeeft dat alle lagen binnen de organisatie van Uniski String Technologies of USCAR Transport volledig op orde zijn. Dit zijn hele zware audits. Denk hierbij bijvoorbeeld aan KPN, Nederlands bedrijf, heeft ook zo'nzelfde certificaat. Nou, dan gaan we nu naar weer een certificaat. Er zijn een aantal certificaten die ik nu met jullie ga delen. En ook in de Emiraten opereert USCAR Transport op wetenschappelijk niveau. Dus we hebben te maken met een start-up. Het is nog steeds een start-up die middels crowdfunding technologie haar eigen product daadwerkelijk ontwikkelt. Maar dat doen ze inmiddels op wetenschappelijk niveau. Dus ze opereren echt op een compleet ander level. Ze zijn ook eigenlijk de tijd zeker gemiddeld 5 tot 10 jaar al vooruit. Dit is Anatoly Yunitsky die eigenlijk zelf polshoogte komt nemen hoe de ontwikkeling ervoor staat bij testbaan 4. Nou, inmiddels is testlijn 4 nagenoeg af. De laatste afrondingen worden gedaan. Er is een wereldrecord gezet en dat wereldrecord is eigenlijk heel simpel. Er is nog nooit ergens eerder een bouwwerk van 2,5 kilometer lang nagenoeg gelijktijdig opgehezen. De schingrail staat volledig op spanning, dus die is op de gewenste hoogte. De hoogte is ongeveer 14 meter. Nou, ook hier weer even te goede, plus minus 14 meter. Dus dat geeft je een kleine indruk hoe hoog het is. Nou, daarnaast is ook achter het station voor testlijn 4 heel veel werk gaande. Er is een bedrijf,
wat bekend heeft gemaakt dat zij de intermediate support voor Unitsky String Technologies hebben kunnen leveren. En ze hebben aangegeven, wij kunnen dit doen binnen 30 dagen. Dus binnen 30 dagen kunnen zij het ontwerp maken en kunnen zij ook daadwerkelijk de intermediate supports implementeren, zoals jullie hier ook op de foto zien. Dus dit is eigenlijk een zeer korte tijdspanne van wat er mogelijk is en waarvoor is dit? Deze extra testlijn is er om ervoor te zorgen dat de U-carrot, want daar gaat deze lijn voor gebruikt worden, dat die op een goede manier naar het hoogste punt kan. Dus hij begint laag op de grond. Zoals je misschien op de werktekening linksboven kunt zien, is een beetje klein, ik realiseer me dat. Maar er zijn verschillende hoogte type stringrails en daartussen wordt de stringrail gespannen. Dus ook achter het station is er al veel werk gaande. De intermediate supports voor testlijn 4 zijn volledig goed bevonden. Dus dat wil zeggen dat ze dus compleet veilig zijn. Ook de stringrail zelf nu voor testlijn 4, waarbij de spanbaarheid is dus op 288 meter staan, zoals reeds aangegeven, wordt nu dus ook gecertificeerd en gaat nu ook door de testfase. En dit is testlijn 2. Testlijn 2 wordt inmiddels ook weer aangebouwd, zodat ze ook daar de stringrail in kunnen maken. En op de foto aan de linkerkant zien jullie hoe dat eruit ziet. Kijkt ook weer 2,5 kilometer lang de verte in. Deze gaat naar het hoofdkantoor van de Charger Research Technology and Innovation Park. En aan de rechterkant zien jullie hoe dat eruit gaat zien. Als ik dit kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem CO2-neutraal en milieuvriendelijk, ecologisch verantwoord. Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het zorgt voor een beter leefklimaat voor zowel mens als natuur. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken. Wil je meer informatie hebben? Dan verwijs ik je naar www.skyway.capital. Dat is tevens eigenlijk de plek waar ook je account is. Voor degene die een account hebben, mocht je dat nog niet hebben, dan is dat de plek waar je je account zou kunnen creëren. Dan wel waar je straks je account kunt vinden. Dan gaan we de updates. Het is altijd leuk om dat te delen, omdat het eigenlijk ook een komen en een gaan is van heel veel updates die we met jullie mogen delen. Alles begon bij een aanvraag van CNN een aantal jaar geleden en toen is eigenlijk het balletje gaan rollen. Op dit moment is het zo dat er op ieder continent, bijna uit ieder land, is er wel verslag gedaan over de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Zelfs in Nederland zijn er twee programma's geweest die verslag hebben gedaan over de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Die zijn destijds op RTL 4 en op RTL Z te zien geweest. Daarnaast zijn er ook mediaberichten die eigenlijk terugkomen van eerder ingenomen standpunten. Toen dit eigenlijk pas begon, was iedereen veelal sceptisch. Er werd met argus ogen naar gekeken en men dacht altijd, ik weet het zo net nog niet, dit kan niet slagen. Nou, we zien nog steeds dat eigenlijk het gros van de mensen die hier naar kijken, dat die sceptisch is. Ik zal het woord negatief niet in de mond noemen, omdat dat veelal niet aan de orde is. Maar men kijkt er gewoon met een andere manier naar als dat wij dat doen. En dat is niet erg, dat is goed. Maar er zijn dus ook mediabedrijven die aangeven dat ze hun eerder bericht eigenlijk willen rectificeren. En dat dit transportsysteem wel degelijk een van de beste systemen is die bedrijven dan wel overheidsinstanties zouden kunnen implementeren binnen niet bestaande infrastructuur als mede bestaande infrastructuur. Dus dat is eigenlijk zeer positief. Dan is Anatoly Unitsky met zijn bedrijf bekend binnen de hoogste konterijen. Dan praat ik over koningen, ik praat over sheiks, invloedrijke personen, presidenten van de Verenigde Staten, andere presidenten van grote wereldmachten. Dus je ziet dat Anatoly Unitsky eigenlijk daar ook al de contacten heeft. Dan hebben we het 15 lange kilometer traject in Dubai. Hoe staat het er nu voor? Nou, Nadessa Kosreva heeft enkele maanden geleden aangegeven dat dat traject in ontwikkeling is. Dat ze daar dus nu ook daadwerkelijk mee bezig zijn. Dus dit traject is in ontwikkeling. Dus dat is een van de trajecten die we misschien in de nabije toekomst heel snel kunnen gaan zien. Nou, de RTA heeft ook Unitsky String Technologies meegenomen naar de afgelopen Indotrans van 2022 in Berlijn. En ze hebben ook de wereld op deze manier opnieuw kennis laten maken met hoe zij de toekomst zien en met nadruk hoe zij de toekomst van transportsystemen zien. En we zien hier dat de Unibike is meegenomen. Daar staat ook daadwerkelijk het Unitsky logo op. Dus je ziet eigenlijk al dat de RTA bezig is om de toekomst in te kleuren en ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk straks een systeem krijgen wat state of the art is. Nou, dit is Hussein Al-Mahmoudi.
En hij is de CEO van het Sharjah Research Technology and Innovation Park. En hij geeft aan, op het moment dat het tot een succesvolle certificering komt op het testpark, dan zullen wij de eerste commerciële trajecten bekend gaan maken in Sharjah. Nou, en dit is dan een routevoorstel voor een van de vier commerciële trajecten waar Unitsky String Technologies, USKY Transport, een voorstel voor heeft gedaan. En dit is een route zoals zij die zien. Nou, zij willen daar een aantal U-bussen voor gebruiken die een route kunnen afleggen binnen een x-tijdbestek. Waarbij ze dus passagiers op een efficiëntere manier van A naar B kunnen reizen. En dat kan dus betekenen in de spits dat ze 10.000 passagiers transporteren van A naar B. Wil je meer informatie over de routes hebben en hoe ze het daadwerkelijk hebben bedacht en een betere indruk van de foto's? Dan verwijs ik je even naar www.uskytransport.com. Ah, dit is Anatoly Unitsky met Oleg Seretsky aan tafel bij afgevaardigden van de overheid van het Emiraat Abu Dhabi. Zij willen ook 3 trajecten eigenlijk hebben in hun emiraat. Dus als je nu gaat kijken hoeveel beweging er is achter de schermen, dan is dat eigenlijk al niet meer bij te houden. Daarnaast hebben ze ook samenwerking met internationale universiteiten, hogescholen. Want ja, de jeugd heeft de toekomst. Unitsky heeft niet het eeuwige leven. En de enige manier waarop hij zijn kennis kan overdragen is om ervoor te zorgen dat de huidige studenten kennis nemen van hoe hij het heeft bedacht. En dat ook kunnen uitdragen en verder kunnen uitwerken. Nou, dat is ook een heel langdurig proces. Dus als je gaat kijken wat we eigenlijk vanaf 2016 tot nu hebben bereikt, dan is dat eigenlijk immens. Ze hebben zowel in Wit-Rusland samenwerkingen als in de Emiraten met India. Over de hele wereld zijn ze met elkaar verbonden. En dat heeft eigenlijk te maken met de rol die het Sharjah Research Technology and Innovation Park speelt. Daarnaast is ook een van de grootste oliebedrijven uit de Emiraten komen kijken naar de ontwikkelingen op het USKY Transport and Certification Center. En zij zijn ook zeer geïnteresseerd om te kijken naar de mogelijkheden voor hun organisatie, wat Unitsky String Technologies zou kunnen betekenen, of USKY Transport. Nou, en dit is de sheik van het Emiraat Ras Al Khaimah. Ik hoop dat ik het goed heb, goed uitspreken, hou me de goede. Hij is afgelopen week ook persoonlijk komen kijken naar de ontwikkeling op het USKY Transport and Certification Center. En dat is middels de president van de University of America heeft dat plaatsgevonden. En zo zie je dat ook weer hier Unitsky binnen de hoogste konterijen bekend is. En dat ze eigenlijk samenwerking hebben op ondenkbare hoge niveaus, waar wij eigenlijk gewoon niet goed bij kunnen komen. Ook vanuit Saoedi-Arabië zijn ze opnieuw komen kijken naar de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Zoals velen van jullie weten, is Saoedi-Arabië bezig om een stad van 178 kilometer lang te bouwen, genaamd Neom The Lane. En daarin zijn ze aan het kijken welk bedrijf zou een transportsysteem kunnen realiseren dat wij nodig hebben, waar onze vraag ligt. Nou, Unitsky String Technologies heeft eigenlijk alle positieve pluspunten al met zich mee. Er is een aantal maanden geleden ook een entiteit opgericht dat vanuit Saoedi-Arabië werkt. Dat is een Amerikaans bedrijf. Dus ontwikkelingen op de achtergrond om ook tot daadwerkelijke implementatie te komen zijn al veel verder als dat wij onszelf kunnen doen voorstellen. Nou, en dit is Nadesta Kosreva die aangeeft dat zij klaar zijn om de markt te betreden via Zuidoost-Azië. Nou, dat is eigenlijk zeer positief nieuws. Voor de mensen die al iets langer participeren, weten ook dat Indonesië al eerder te sprake is gekomen, maar ze zijn inmiddels weer ten tonele verschenen. En op dit moment zijn ze aan het kijken naar daadwerkelijk een commercieel traject van ongeveer 3 kilometer dat de station verbindt met een groot shoppingcenter, zodat passagiers op een snellere manier van A naar B kunnen reizen. Ze hebben een Memorandum of Understanding ondertekend, dus dat wil zeggen dat ze ook nu daadwerkelijk serieus aan het kijken zijn. En het memorandum is getekend door de entiteit Uscovery. Uscovery is ook een bedrijf wat onderdeel is van de totale holding van Unitsky Corporated.
Daarnaast is ook in Europa een samenwerking ondertekend door een Europees bedrijf met EU-Scoffrey. En ook in Europa zijn ze aan het kijken voor potentiële trajecten van EU-Sky Transport. Denk hierbij aan Spanje, Turkije en andere landen, zoals ook al hier weer aangegeven, Saoedi-Arabië. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken. In een van mijn vorige webinars vroeg iemand aan mij van, goh, hoeveel kilometer is er nu al verkocht? Iedereen weet natuurlijk hoe het in het verleden is uitgelegd qua kilometers en hetgeen wat je toe zou kunnen komen. Het aantal kilometers wat nu verkocht zou zijn, ik kan het niet specifiek benoemen, maar als je al deze kilometers voor de potentiële trajecten bij elkaar zou optellen, dan zit je eigenlijk al boven de 200 kilometer. En dit zijn bedrijven of landen waarvan Uniski String Technologies zegt dat ze hiermee in onderhandelingen zijn. Dus ook weer voor potentiële commerciële trajecten. Dan hebben we Bahrein, we hebben India, Indonesië en we hebben Lesotho. Lesotho is een koninkrijk wat zijn grens deelt met Zuid-Afrika. Koning Letsi de Derde, zoals op een aantal foto's geleden of eerder jullie konden zien, is daar de koning van. En hij wil eigenlijk het traject hebben van zijn land naar de havenstad in Zuid-Afrika, Durban, om op een efficiëntere manier goederen eigenlijk naar zijn land te kunnen transporteren. En dit zijn de landen waarvan Uniski String Technologies aangeeft dat daar commerciële trajecten zijn getekend. Nou, ze hebben een aantal jaar geleden gezegd dat er 4 commerciële trajecten zijn getekend. Inmiddels is dat iets meer. Welke kunnen het zijn? Ja, dat kun je natuurlijk met een knipoog nu zien, want ik heb dat al met jullie gedeeld voor de potentiële commerciële trajecten. Maar ja, die kun je nagenoeg goed bedenken wat dat gaat worden, anders zal het niet gedeeld worden, heel simpel gezegd. Maar dit zijn dus de landen waarvan zij zeggen van, nou, hier zijn de contracten ook meegetekend. Dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten, dat zijn de Verenigde Staten, Rwanda, El Salvador en Kazachstan. Nou, en hoe lang duurt het dan voordat een commercieel traject van realisatie tot implementatie gerealiseerd kan worden? Als alles meewerkt, maar dan moet ook daadwerkelijk alles meewerken, dan kan dat binnen 24 maanden gebeuren. Er zijn verschillende stappen die moeten worden doorlopen. Die zien jullie hier ook eigenlijk in op dit kaartje staan. Wil je deze kaart beter zien, dan verwijs ik je naar www.ust.inc. Dus ik herhaal www.ust.Igor Nico Cornelis. En dan kun je deze roadmap vinden van hoe lang het in beslag neemt. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik professioneel gebruiker ben voor de applicatie AdForHunter. Vanwaar het woord professioneel? Ik maak foto's die ook daadwerkelijk gebruikt worden in professionele presentaties. Die worden gegeven aan overheidsinstanties, aan het bedrijfsleven en aan iedereen die eigenlijk wil weten hoe het in je eigen omgeving eruit ziet. Deze technologie is Augmented Reality. Dat is een applicatie die kan in feite iedereen die dat zou willen downloaden. En dan kun je eigenlijk zelf aan je omgeving laten zien of in je omgeving zo'n route creëren en dan kun je zelf kijken hoe het eruit ziet. Zou je dit ook in je eigen omgeving willen en vind je het te veel moeite om dit zelf te doen, wat ik me kan voorstellen? Aan het einde van mijn webinar deel ik mijn telefoonnummer, mocht je hier interesse in hebben. Dan kun je me altijd dus even persoonlijk een app sturen en dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden. Maar je ziet hier dus visualisaties op verschillende locaties en het geeft direct weer wat maakt dat Uniski String Technologies gewoon beter is. Aan de rechterkant zie je ook containervervoer. Nou, stel hier dat hier dassen zouden wonen, nou, dan zou dit traject niet stilgelegd hoeven worden, zouden mensen dus ook niet hoeven omreizen. Een das kan heel veel, maar die kan geen gladde paal beklimmen. Dat is iets te veel van het goede. Ook in de Emiraten heb ik een visualisatie gemaakt. Op de achtergrond zien jullie de Burj Khalifa. En op de voorgrond zien jullie Unicar. Om mensen eigenlijk wederom mee te geven wat de mogelijkheden zijn van Uniski String Technologies. En dan eigenlijk ook wel heel mooi nieuws. De meeste van jullie zullen het weten. Na een zeer lange tijd gaan we dan toch met z'n allen stage 15 naderen. Op 13 april zullen wij daadwerkelijk de overstap maken van stage 14.3 naar stage 15.1. Stage 15 is ook opgedeeld in een aantal subfases. Hoe het er daadwerkelijk uit gaat zien, dat is nu nog heel even onbekend.
Zodra dat bekend is, ga ik dat met jullie delen. Hoe lang het gaat duren, ook dat is onbekend. Als we daar meer informatie over hebben, dan gaan we dat met jullie delen. Hou er rekening mee dat, dat dit eigenlijk de laatste fase is, de laatste stage is. En dat hierna de weg zal worden ingezet naar wat we allemaal hopen. Wat heel belangrijk is om te weten, is dat de ontwikkelingen voor een IPO, die zullen op de achtergrond in worden gezet. Daar zullen wij heel weinig van meekrijgen. Wij zullen daar pas iets van meekrijgen op het moment dat het ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het is een langdurig proces, minstens 3 jaar om naar de beurs te kunnen. En daarna zit je nog met een voorfase. Maar het is in ieder geval goed om te zien dat de ontwikkeling in volle gang is. En dat we nu gaan kijken wat stage 15 voor ons in petto heeft. Er komen dit jaar een hele hoop mooie updates aan die we met jullie gaan delen. Maar ik denk dat dit voor iedereen best wel een hele fijne situatie is. Dat we kunnen zeggen, we gaan naar stage 15. Het is eindelijk zover. Dat wil niet zeggen dat het zover is dat het wordt gesloten. Dat is vers 2. Maar we zijn bijna aan het einde. Nou, wil je meer informatie hebben, wil je alles zelf rustig nalezen, wat ik me kan voorstellen, dan verwijs ik jullie naar een van de vele contactinformatiepunten die er zijn. Je kunt naar je eigen account www.skyway.capital, dat is ook de informatie site van het crowdfundingsplatform, kun je ook heel veel informatie op vinden. Dan hebben we de Skype groep, er komt een nieuwe Skype groep of een andere Skype groep. Skyworld Community is op dit moment bezig met een hele grote omslag te maken. En ze zijn eigenlijk aan het kijken om alle informatiekanalen te stroomlijnen. Omdat er heel veel misinformatie gaande is. Er is informatie die niet correct is. Waarbij eigenlijk Nettie en ik heel veel problemen hebben om jullie dat weer goed uit te leggen. Waar vanuit negativiteit ontstaat. En dat is gewoon heel vervelend. Dat willen we niet. Dat willen jullie zelf ook niet. Dus wij zijn nu aan het kijken in samenwerking met Skyworld Community wat we kunnen doen voor Nederland. Ik begrijp dat er ook een aantal Belgen in zitten, maar daar zijn eigenlijk de Belgische leiders verantwoordelijk voor. En ik hoop ook dat zij hun verantwoordelijkheid op dat gebied oppakken. Maar zoals ik heb kunnen zien, zijn ook zij bezig met Skyworld Community om te kijken naar de mogelijkheden. Ook de back-office zal straks helemaal worden omgezet in het Nederlands. Daar zijn ze nu mee bezig. Ik help daar op de achtergrond mee. Dus we zijn echt aan het kijken hoe we het voor jullie zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Daarnaast hebben we een Telegram kanaal. Dan hebben we de officiële site van Unitsky String Technologies, www.ust.inc. Dan hebben we het officiële kanaal van Anatoly Unitsky zelf, www.unitsky.engineer. En we hebben de Facebookgroep, waarin ik eigenlijk parallel aan de WhatsApp-groep en aan de Telegram-groep eigenlijk gelijktijdig informatie deel. Nou, mocht je jezelf willen aanmelden voor de WhatsApp-groep, mocht je Nederlands staatsburger zijn en je woont in het buitenland, laat het ons ook even weten. We hebben te maken met mensen die ook overzees wonen in het Caribisch gebied. Jullie zijn ook van harte welkom. Ik begrijp ook dat de Belgen eigenlijk een heel groot belang hebben om deel uit te maken van zo'n groep. En ook hierin hoop ik dat de leiders in België hierin iets gaan doen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat voor Nederland het animo groter is dan dat we hadden kunnen verwachten, dan dat we hadden kunnen hopen. Dus hier zijn we zeer blij mee. Nou, dit zijn mijn contactgegevens en de contactgegevens van Nettie Sommers. Heb je vragen? Zit je met een probleem met betrekking tot je account? Of heb je andere gerelateerde vragen? Dan kunnen jullie ons eigenlijk altijd benaderen. We zijn nagenoeg, het klinkt heel gek, maar 18 uur per dag bereikbaar. Dus we zorgen er eigenlijk altijd voor dat jullie met een gerust hart de rode draad kunnen blijven volgen binnen hetgeen wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben in iets fantastisch geparticipeerd en ik begrijp dat het wachten heel lang duurt. Maar als je op één ding geen invloed hebt, dan is het op ontwikkeling van producten. Dat is gewoon zo. Maar we gaan naar stage 15 en ik denk dat dat heel erg positief is. Maar goed, mocht je vragen hebben, mocht je eigenlijk zelf een visualisatie willen hebben van Unitsky String Technologies in je eigen omgeving, dan laat het me even weten en dan wil ik samen met jou kijken naar de mogelijkheden. Ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie ontzettend hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Vanaf april gaan wij in plaats van 4 webinars
twee webinars geven. Ook dat is weer in samenwerking met SkyWorld Communities het geval. Er komt ook een nieuw educatief platform, voor ik dat helemaal vergeten zeggen. Dat gaan we ook met jullie delen. Dat is Smart World Community. Zeer interessant. Het is geheel vrijblijvend. Maar dat gaat er ook aankomen omdat we eigenlijk een product in handen hebben, waarvan de meesten zich niet beseffen wat ze in handen hebben. En dat kan ook niet anders. Het lijkt een simpel product, maar het is zeer omvangrijk. En de informatie zou ook in het Nederlands daar worden gedeeld. Daar ben ik ook mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dus zodat jullie dat ook daadwerkelijk kunnen volgen. Nou, meer informatie hierover in april. De eerstvolgende webinar is op 6 april. Die zal ik ook zelf met jullie weer gaan doen. Ik hoop jullie ook weer in deze grote getale te mogen verwelkomen. Rest mij weinig anders dan jullie een hele fijne avond te wensen. Maak er een mooi weekend van en ik hoop jullie snel te mogen zien. Fijne avond, dankjewel.